mijn vorige video waren happy stones te zien. Dat zijn stenen die ik heb opgepimpt. En ik kreeg via Instagram daar veel vragen over hoe je die vogel kunt tekenen. Nou, dat laat ik je vandaag zien. Ik teken altijd eerst een kleine boog. Dat is het hoofd van de vogel. Daaraan vast zit meteen een snavel en een kleine nek. Dan teken ik de vleugels. De ene vleugel is wel te zien, de ander niet. En dan teken ik de buik van de vogel, want die is altijd lekker bol. Dan teken ik weer dezelfde vleugel en dan wordt het nu een staart. Als je snapt wat ik bedoel. Klein oogje. En geef kleine lijntjes op de vogel zelf voor textuur in je tekening. Dan teken ik er altijd rondjes omheen. Niet altijd, maar in dit geval wel. Want dan maak je er een mooie decoratie van. Je kunt er ook wat kleine krulletjes omheen zetten. En dit is echt superleuk om bijvoorbeeld als je aan het bellen bent in de hoek van je notitieboekje te tekenen of iets anders. Alles wordt mooier met een vogel. En dit is ook leuk voor postkaarten. Ik ben heel benieuwd of jij deze tekening hebt gemaakt. Laat het me even zien. Je kan het insturen via Insta, TikTok. En dit was me alweer. Dag 6. Zie je morgen. Zelfde tijd.